Okidoki. Inmiddels weer dinsdag, dus net weer post bezorgd. En dan gaan we eventjes lekker nu Mol kijken, want ik had zaterdag wel Wie is de Mol gekeken, gewoon, maar nog niet naar Mol. Dan ben ik heel benieuwd wat daar nog uit gaat komen. Het waren tenslotte maar twee opdrachten. Maar ik ben heel benieuwd. Het wordt steeds onwaarschijnlijker natuurlijk dat mijn Mol ook echt de Mol is. Want helemaal niemand noemt Niels in de finale. Ik weet wel dat het vaker gebeurt dat een van de twee finalisten alsnog op de verkeerde mol zit. Maar dat hij helemaal niet genoemd wordt, dat wordt dus wel wat onlogisch. Maar voor hetzelfde geld, het zou wel echt een stunt zijn als Niels het wel is natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, ik ben heel benieuwd wat er verder uit gaat komen. Ik ben gisteren trouwens rustig in de slaapkamer aan het opruimen geweest. En zometeen hoop ik daar nog even mee verder te gaan. Maar we moeten even kijken. Ik heb verder niet zo heel veel gedaan van het weekend ook. Ja, nog even bij mijn zusje en zwager geweest. Nadat we geluncht hadden bij Paul zijn moeder na de kerkdienst. Dus het was eerst de kerkdienst, toen Paul zijn moeder, toen hoofd erop, zeg maar. Dus het was een lekker vol zondagje, maar niet echt verder specifieke dingen gedaan of zo. We gaan nu eerst eens even kijken naar Moltok. Wat mijzelf trouwens opviel was dat Sarah aan het knikken was toen Rick zei van natuurlijk wist een van jullie al lang dat hij hier zou staan vandaag. Maar ja, goed, zo stom zou Sarah toch ook niet zijn om te gaan knikken daarop. Dat geloof ik toch ook niet helemaal. Beetje raar ook dat Niels Sarah niet hoorde. Sarah zegt heel terecht van water draagt toch geluid. Dat vond ik een beetje eigenaardig. En een van de katten gooit nu de houten plaat open, geloof ik, van de slaapkamer. Dus ik ga eventjes tussendoor opletten. Het valt inmiddels ook op de mensen in de studio dat Niels eigenlijk überhaupt heel weinig gedaan heeft in het verloop van de serie. Ik krijg toch wel enigszins hoop. Maar ja, het zou wel heel raar zijn natuurlijk als er geen van allen op de goede mol zitten. Als je kijkt natuurlijk naar wie er voor wie gaat, wordt Merel twee keer genoemd en Sarah één keer. Maar ja, ik zeg al, dat hoeft niet alles te zeggen. We hebben natuurlijk meer jaren gehad. Kijk naar Freek die in de finale op de verkeerde mol zat. Kijk naar Jochem van Gelder die op de verkeerde mol zat. En ook bij de onbekende Nederlanders is dat gebeurd. Dus meestal zit het wel zo dat degene die het vaakst genoemd wordt ook de mol is. Maar dat is niet altijd waar. Als ze geen van alle op de mol zitten, dat vind ik wel een beetje. Ja, natuurlijk, de mol die zegt sowieso zomaar iets. Maar het zou wel echt een stunt zijn. Nee, ik vrees het echt van niet. Maar hij heeft inderdaad niet heel veel gedaan in al die keren. Te hoog en. Wat anderen maar en portofoon inderdaad in de hand, dat soort dingen. Dat is wel heel goed opgemerkt. De leader schijnt nu duidelijk een gezicht te hebben gegeven met allemaal stukjes en zo. Met fotostukjes, puzzelstukjes die ze bij elkaar legden. Ik heb het echt niet gezien. Ik kan ook niet zien wie het zou moeten zijn. En tweet ook iemand van, hey Merel, waarom ga je even bij die blauwe toren kijken? En daarna is hij niet meer compleet. Dus dat zou dan toch weer naar Merel gaan. En Sarah heeft gezegd van, ik ken jullie en de mol kent iedereen, toch? Dus ja, oké, dus wat dat betreft, dat is ook nog wel een goeie. Maar ik wil Niels Hintz hebben. Tja, nou komt toch dat stukje er weer achteraan dat Niels zegt van, dat denk je maar, dat je ons goed kent. Dat blijft dan ook wel inderdaad. Dus dat vind ik dan ook wel weer een beetje apart. Dat gaat dan weer meer richting Niels natuurlijk, want dat denk je maar. Ach ja, ik weet het ook niet. Ik vind Merel toch wel het meest logisch, maar ik sluit Niels toch niet helemaal uit. Ik zou het wel geweldig vinden als dat zo zou zijn. Er wordt ook getweet dat Sarah meezingt met I'm Coming Out. Voorbode op de ontmaskering? Wie weet.
Ja, Merel zet de plaat heel snel, zodat de beurt sneller is afgelopen misschien. Dus dat zou inderdaad ook nog kunnen. En ze draait heel snel in de drankje, wordt hier ook al gezien. En de titel is dan doordraaien. Dus. Nou ja, goed. Blijft nog even mysterieus. Kijk, er komt er toch nog een in Niels. The guilty pleasure van de mol must be the money. Dan schijnt dat Niels dat dan heeft meegezongen of zo. Dus. Ook nog een update over wie het meeste in de pot heeft gebracht en wie het minste. Niels 1100, Sarah 1300. Dan moet ik even doorgaan, even kijken wat Merel heeft verdiend. Merel 2000. Dus Merel heeft toch het meeste ondertussen ingebracht. Want vorige keer was dat nog Sarah die bovenaan stond. Maar Sarah staat nu in het midden. Maar ik zeg al het zeggen, ook dat zegt niet alles. Dus. Het is trouwens de laagste pot ooit. Ja, tot nu toe dan natuurlijk. Ik ben toch niet de enige die in de Niels tunnel zit. Nou ja, dat merkten we net al. Dat wijst nog meer naar Niels. Maar deze persoon zegt ook al van, dat hij de hele tijd niet veel doet. Maar genoeg om niet op te vallen. En ook precies genoeg fout. Dus tja. Ja, ik weet het niet. Nou, ik zeg al, ik zit niet echt in een tunnel. Want ik weet wel dat de kans niet groot is dat hij het echt is. Maar een beetje toch misschien nog wel. Maar ja, dat komt dan ook voornamelijk omdat ik hem toen zag rennen en zoiets had van hij loopt alleen maar heen en weer. Dat ik echt een soort stem hoorde van Nielson is de mol. Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Hij zit in ieder geval lekker in de finale, dat sowieso. De verdenkingen zijn 41% Sarah, 33% Merel, 26% Niels. Dus nou ja, goed, in ieder geval. Ben ik dus duidelijk niet de enige. Maar ik ga verder nog een beetje proberen op te ruimen zometeen, denk ik. Oh, wacht. Sanne Wallis de Vries zou nog wat gaan zeggen. Dat wou ze nog even tot het einde bewaren. Ik ben benieuwd wat dat is. Want ze had iets gezien bij een van de kandidaten. Mark-Marie en Sanne Wallis de Vries zitten in ieder geval allebei. Vol op Sarah, maar er had iemand Sanne getipt over de letter M bij de jurk van Sarah. Oké, okay. Is me niet opgevallen, maar ja, dat is niet zo gek. En Patrick Stoof zit op Merel. Nou ja, nog iets meer dan een halve week wachten en dan weten we het, hè? Nou ja, ik zou zeggen, laters.